Scoort. Heb je kijk op jouw salaris weer betaald, jongen? Nee. Goed hoor. Ja. Oh, sorry. Succes, alsjeblieft. Mag je ja, een keer serieus? Mag je wel even naar deze lamp draaien? Sorry. Nee, geen doen. Ik ben zo. Ik wacht bij. Is goed. En een klein lachje mag wel eventueel. Ja, nice. Mag je die hand wel even uitsteken naar mij zo? Naar sorry. Ja, zo van. Oké. Okay. Staan naar deze. Dat zijn de keepers, denk ik. Beetje zo staan zijn. Precies. Ja, dan mag je wel één keer zo doen met twee. Mag je wel het logo even laten zien. En dan mag je wel echt wel iets meer naar voren komen, inderdaad. Je mag wel iets naar voren, heel iets naar voren komen. En dan iets schuin gaan staan als je wil. Ja. Oh!
Maar daar krijg je wel heel veel krassen. Ja. Ik denk dat iedereen vanavond genoten heeft van een mooie wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik genoten heb van de energie van het elftal. Ik denk dat dat ook naar het publiek heeft overgeslagen wederom. Die bleef tot aan de allerlaatste seconde achter de ploeg staan. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste teken is wat we op dit moment aan het doen zijn. Er zit een enorme spirit in het elftal. Wat wij heel graag denk ik allemaal bij de club willen zien. Daarom is het extra leuk vanavond om Mitchell van Bergen voor te stellen. Die gaat bij ons tekenen. Mitchell is een buitenspeler die zowel van de rechterkant als van de linkerkant kan spelen. En hij past qua karakter uitstekend bij de club. Hij heeft snelheid en we hebben vanavond ook gezien wat we af en toe echt nog nodig hebben. Ik denk dat Mitchell dat kan brengen. Hij heeft een fantastisch karakter. Ja, ik kan niet wachten om hem te zien spelen hier. Dus Mitchell, welkom. We hebben een officieel momentje met je shirt. Zo. Thank you.